dat wordt spannend. Dat wordt spannend. Je vaart hier natuurlijk vandaag tegen alle kampioenen uit alle klassen. Het is mijn eerste keer dat ik in een 16 kwadraat ga zeilen, dus ik ben heel benieuwd wat het vandaag gaat brengen. Alwin van Dalen in de Star en Mark Neleman in de Regenboog, het zijn toch namen waar ik in het verleden wel tegenop gekeken heb. Ja, welkom nogmaals. We hebben in ieder geval voldoende wind. Zoals gebruikelijk met de prikkers in de paarden voor de 16 kwadraat tegenstander van normale wedstrijden paarden zonder trapezen. Dat betekent dat we een windlimiet hebben die wat lager ligt dan normaal. En zoals het nu eruit ziet, zitten we tegen die limiet aan. Dus ik wil zo meteen in ieder geval wel het water op gaan. En ik zal het in de gaten houden of dat gaat. Het is eigenlijk een wedstrijdje tussen alle Nederlands kampioenen in nationale en internationale klassen. Die gaan dan tegen elkaar varen in de 16 kwadraat. Eigenlijk degene die dit evenement wint, die kan zich misschien wel de beste zeiler van Nederland noemen. Goedemorgen allemaal. Uniek dat jullie vandaag live op internet te volgen zijn. Dat wordt het zeilen nog nergens gedaan. Jullie krijgen straks als zeiler allemaal een hoesje mee met daarin een trekker. Die trekker die moet de zeiler vandaag bij zich houden. En jullie succes allemaal. Er staat toch ook wel wat op het spel. Hè? Het is toch leuk om kampioenen te worden. Ik vind het altijd lastig in zo'n 16 kwadraat. Het is niet je eigen boot. Dus, Normaal vaart 16 kwadraat met trapeze. Maar omdat we met onbekende bemanning in de boot varen, de stuurmannen zijn niet gewend om in een trapeze te varen. De kampioenen niet allemaal om met trapeze te varen. Voor dit evenement is het gebruik om zonder trapeze te varen. Dat we het toch de wedstrijd nog uitstellen en hopen dat het de wind nog wat afzakt. Nu staan we op de wal. Waarom? Omdat het te hard waait voor dit evenement. Jammer dat we niet kunnen varen, maar ik wil graag naar buiten. Ja, want eerst dat even, want we staan op de wal. Waarom is dat? Nou, omdat er een afspraak is met de klasse, de 16 kwadraatklasse, dat boven de 16 knopen, boven de linker 4 ongeveer qua boogvoer, er niet gevaren wordt. Omdat we met de klasse niet met trapeze kunnen varen. Want andermans boten zijn en dan meer kans op schade is. Maar in principe zeilen we met allemaal Nederlands kampioenen. Dus... Jij staat te popelen om? Absoluut. Ja, graag naar buiten. Het gaat het niet worden helaas vandaag. Ook de winstverwachting geeft het aan dat dat erg lastig wordt. Bij deze is dus ook de pip eigenlijk beëindigd. We zullen moeten kijken van wat we er verder nog mee doen. Of dat er nog een pip 2007 komt. Maar goed, voorlopig op dit moment is het in ieder geval afgelast. Voor de liefhebbers en voor de film en foto. Kan er zo meteen nog even het water op gegaan worden. We zullen in ieder geval even zorgen voor een rubberboot. En geen wedstrijden meer.